Welkom allemaal bij een nieuwe video van Forza Horizon 4. En als jullie mijn laatste video hebben gezien, dan weten jullie dat wij er momenteel financieel best wel goed voor staan. En in deze video ben ik van plan om 10 miljoen dollar aan auto's uit te geven. Plus minus, het kan wat meer zijn, het kan wat minder zijn. Het maakt op zich niet heel veel uit. We zitten momenteel op, op 22 miljoen. Dus het mag wel iets meer zijn dan 10 miljoen. Maar dat was een beetje wat ik had opzij gezet voor deze video. Ik heb ook al een beetje van tevoren gekeken welke auto's ik nog moest hebben en wat ik precies wilde kopen. Dus ik denk dat we gewoon gaan beginnen. En we gaan zometeen trouwens ook races mee doen. Er is een championship wat ik wil completen. Dat is volgens mij deze. Dat is offroad. Dat is dan ook niet die. Waar is de championship? Ah, dat is hier. Kijk, hypercars. We gaan wat hypercars kopen natuurlijk. Dus dan kunnen we daarna ook gelijk dit de championship doen. Dus dat is een beetje de bedoeling voor vandaag. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Het zal waarschijnlijk een pittig lange video worden. Aangezien we alles moeten aankopen en we zullen er ook even naar kijken. We gaan natuurlijk niet met alles races doen. Want dat is geen optie, want ik ga sowieso een stuk of 6, 7 auto's kopen, gok ik. Dus anders wordt het wel heel erg lang. Maar ja, we gaan eens even naar de autoshow. Ik denk dat we daar voornamelijk zullen zitten. Ik ga geen auto's tweedehands kopen. Zou financieel beter zijn, maar I don't really care. Ik heb daar gewoon geen zin in. Dus ik koop ze allemaal lekker nieuw. Ik ga ook niet dit soort dingen kopen. Uiteindelijk wil ik ze wel hebben. 10 miljoen dollar per stuk. Maar voor nu is dat een beetje te veel. Ik vind dat een beetje zonde van het geld. De eerste auto die we gaan kopen is de R8 V10 Plus. Deze auto heb ik al zo lang uitgesteld. En ik weet niet waarom. Het is gewoon een super vette bak. Het ding kost geen knoop. Dus dat wordt onze eerste aankoop van vandaag. We kunnen even kijken naar tuning en zo. Ik weet allemaal niet hoe dat zit met die auto's. Ik denk dat de meeste auto's niet echt te tunen zijn. Qua kleur, ik weet ook niet, man. Ik denk dat we gewoon even dingen kiezen. Dit is trouwens wel heel vet, hè. Hoe was mijn andere Audi? Ik wil ze eigenlijk niet beide exact dezelfde hebben. Maar tegelijkertijd wil ik hem eigenlijk gewoon helemaal zwart hebben. Dat vind ik super vet. Weet je wat we doen? Ik doe hem grijs, whatever. Je kan die auto's achteraf toch allemaal nog laten spuiten. En wat maakt het uit? Het maakt niks uit. Er zitten waarschijnlijk een hoop auto's tussen die ik alsnog wel wil hebben. Zoals zo'n Z4M. Is wel leuk om te hebben, maar niet echt voor deze video. Die dingen kopen kan anders toch wel. De 1M daarentegen, die is wel heel erg dik. Nou, fuck it ook. Dit ding kost 600k. Dit is echt zo'n legendarische auto. Nogmaals, ik zal waarschijnlijk de meeste auto's niet gebruiken. Want we gaan zo meteen dan een championship doen voor hypercars. En dit is al geen hypercar, dus ik kan hem al niet gebruiken. Ik kan hem zo meteen gebruiken om er naartoe te rijden bijvoorbeeld. Maar naast dat, geen idee. Heeft deze trouwens pop-up lights? Ja, toch? Ja, kijk eens aan. Ik vind het nog steeds altijd raar iets, die pop-up lights. Bij sommige auto's vind ik het echt super vet. Bij andere is het een beetje iffy. Op naar de volgende. Geld moet rollen, zeggen ze altijd. Hè? Dus daar gaan we ook voor zorgen ook. Ferraris. We kunnen gaan voor een 488 GTB. Dat is volgens mij nog een van de weinigen die wij missen. Dat is letterlijk de enige die wij missen. Van de wat nieuwere. Als je verder naar rechts gaat, zie je de oudere. Ook heb ik hier bijvoorbeeld geen F40 en geen F50. Ik wil ze nog wel kopen. Ik ga dat waarschijnlijk niet vandaag doen. Simpel omdat ik eigenlijk al de F40 Competizione en de F50 GT heb. Hier heb ik er zelfs twee van. Dus dat is misschien een beetje overkill. De 288 GTO ga ik waarschijnlijk wel kopen. Dit ding is ook een auto die ik al heel lang wil hebben. Maar ik pak eerst denk ik even de GTB. Even kijken wat we hier... wait, what? Dat is de verkeerde, jongens. Ik bedoelde die. Bijna de verkeerde auto gekocht. Eigenlijk als je nagaat zijn dit soort auto's allemaal best wel goedkoop. Vergeleken met andere. Bijvoorbeeld die Ferrari die we zo meteen kopen. Is 3,5. Dit ding is toch 300k. Of wacht, daar ben ik te twijfelen. Hoe duur was dit ding? Ik heb eigenlijk helemaal niet echt opgelet. Oké. Okay. 488 GTB. Hele dikke bak. Ik ben nog steeds meer een fan van de 458. Vind ik zelf een iets mooier model. Maar zet hem in de garage en daar staat hij mooi. We gingen voor de GTO. Prachtige auto voor de collectie. Deze lijkt eigenlijk stiekem best wel veel op die M1.
Dat is best wel eng als je daarnaar kijkt. Vind je niet? I don't know. Ook weer die pop-up lights natuurlijk. Een beetje dezelfde vormen. Maar als je ze naast elkaar zet, zal het misschien wel meevallen. Maar als je snel kijkt... lijken ze best wel veel op elkaar. En er zit een behoorlijk prijsverschil tussen. Zo'n 3 miljoen. Nou, dat is niet meer waar. Wat wordt de volgende aankoop? Kijk hoeveel van die Ferraris er trouwens rete duur zijn. Deze zou op zich kunnen, 2.6. Maar hier 10 miljoen, 10 miljoen, 10 miljoen. 8 miljoen. 6,5. Nee, 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 nee. We gaan niet voor die dingen. Die vind ik nou net weer een tikkeltje te oud. Dan gaan we verder naar rechts. Wat hebben we hier? Dit ding is ook vet, maar wederom 10 miljoen. Gaan we nou echt niet doen. De Hennessy Venom. Dit ding is... is er iets wat mist? 1.2. Prima. Dit ding is echt belachelijk snel. Ik vind het nog steeds geen mooie auto. Echt iedere keer als ik hier naar kijk, dan denk ik... dit is gewoon een Lotus. Een Lotus on steroids. Maar snel zijn ze wel. Die kunnen wij... Die gaan we zo meteen waarschijnlijk zelfs gebruiken in dat event. Want het zijn 3 races. En Hennessy die kan daar mooi meedoen. We moeten ons voornamelijk focussen op hypercars. We moeten sowieso 3 verschillende nieuwe hypercars kopen. Zodat ik ze daar ook allemaal mooi kan gebruiken in een event. Wederom... rete dure raceauto's. Oh, de 959. Waarom heb ik jou nog niet? Hallo? Hallo? Wat? Hoezo had ik die auto nog niet? Ik kan je trouwens garanderen. Ik koop nu allemaal auto's. En ik heb zometeen nog een paar wheelspins die ik wil openen. Werd het dat ik dadelijk één van de auto's die ik nou koop, zometeen krijg? Kan dit open? Oh, damn. Kijk eens aan. Nou kunnen we maar inkijken. Deze game is echt insane gedetailleerd, hè. Ik wil eigenlijk binnenkort een video maken over wat ik wil zien in de volgende Forza Horizon. Is misschien een beetje raar, aangezien dat nog lang duurt, want Forza Horizon games komen om de 2 jaar uit. Dus, ja, de volgende, dat duurt nog wel even. Maar, ja, ik weet niet, ik wil er toch eigenlijk wel een video over maken. Ik heb dat laatst een video over gezien van iemand anders. En, ja, als je dat wil zien, laat het even achter in de comments. Pagani Zonda, Huayra BC. Yup, fuck it. Kom maar bij de collectie. Kom maar hier. Zijn die leuke designs voor of niet? Dat is een duidelijke nee. Oké. Ik heb geen idee hoe mijn andere Pagani eruit ziet. Ik heb de gewone Zonda. Niet Zonda. Huayra. Ik heb ook de Zonda trouwens. Je zag er net erbij staan dat ik de Zonda R niet had. Ik heb de Forza Edition. Is in principe exact dezelfde auto. Dus ik zie het nut er niet van in om een gewone Zonda R erbij te kopen. Maar deze daarentegen. Deze is wel leuk. Dit is wel een leuk autootje. Vooral die deuren. Die deuren zijn zo dik. Kijk. Sesam open nu. Kijk eens aan. We gaan even instappen. Een van de vetste cockpits ever. Zie dit, yo. Dit is ook bizar. Come on. Explode. Dat moet ik even doen. Dat stond zo vet aan die Paganis, hè. Oh my god. Echt die detail in deze game is echt on another level. We hebben er nou al flink wat miljoenen doorheen gegooid. Zijn er nog dingen die ik echt wil hebben? Waarschijnlijk wel. Ik kan er alleen zo 1, 2, 3 niet op 1 komen. Oh. De Regera. De 1-1 wil ik eigenlijk ook nog een keertje kopen. Ik denk dat ik daarmee wacht. Aangezien de 1-1 en de Regera RS vrijwel identiek zijn. Misschien dat ik de gewone Regera koop. Want daar kun je dan nog iets speciaals aan doen. Met een dakkoffer en zo. Dat is op zich nog wel lachen. Maar de 1-1 vind ik nou een beetje overkill. De Regera daarentegen is wel leuk als iets anders. Het is niet hetzelfde. Even kijken, we hebben nog meer. Ik denk dat hem dat wordt. Ik denk niet dat we nog heel veel andere auto's hebben. Oh, de F1. Ja, shit, die wil ik eigenlijk ook nog hebben. Oh, fuck, en dat ding wil ik ook nog hebben. Shit. Ik heb besloten om... om de Regera te kopen. En die Mercedes. Dat zijn de laatste 2 aankopen die we gaan doen. Ik moet ergens een grens trekken, jongens. Ik wil nog wel 10 miljoen op mijn rekening zien staan. Oh, damn. Deze komt in veel opties. Flink wat kleuren. We pakken dit ding. 1.9 miljoen. Hartstikke idee. Pinpasje. Plip. Ik heb hier mijn Rabo reader voor het geval dat. Dat kan ik even aankopen doen. Hartstikke idee. Daar is die jongen. De Regera. Dit ding rijdt echt flink kut trouwens. Voordat je dat weet, hè.
Ik zal hem misschien zo meteen pakken. Het is echt totaal geen fijne auto. Maar het is wel een hele vette auto om, om gewoon te hebben. Ook die Triple X. Echt die detail. Echt, what the fuck. Onze laatste aankoop van vandaag is die Mercedes. Die is ook wel heel erg vet. En dan houden we hem mooi nog 10,9 miljoen over. Dat is prima voor de boodschappen. Grijs, want ja. Come on, deze auto wordt grijs. Kijk, dit ding ziet er ook echt zo extreem uit, hè. Dit is geen normale auto. Hierbij moeten we natuurlijk ook even exploden. Oh, wauw, nou wacht. Alleen die deurtjes. Ik denk, alles gaat eraf. Oh, wacht, deze... Ja, die moet je er volgens mij ook in het geheel afhalen. Volgens mij is dat hoe het werkt. Volgens mij kan ik dat ook laten zien. Kan ik dat? Nee. Oké. We kunnen hier wel deze ding open doen. Oh, hij haalt hem wel af. Kijk, ik wist het. Sick. Hella sick. Oké. We gaan eens eventjes... karren. En we gaan richting dat championship toe. Dan gaan wij beginnen. En hopelijk winnen. Car Collector. We level up, dat mag ik wel, hè. Flinke aankoop gedaan. Wat is het interieur van dit ding? Oh, dat is nog vrij oud. Ja, logisch, dat is een oude auto. Van welk jaar is dit ding überhaupt? Kan ik dat zien? 1998. Valt eigenlijk dat best wel mee. Ik ga mijn auto's trouwens niet upgraden. Ik weet niet of dat nodig zal zijn. Ik denk dat we het zonder ook al kunnen halen. En ik weet helemaal niet waar ik heen moet rijden, maar ik rij wel even gewoon. Laat me even genieten van mijn aankoop, oké? Dit ding is trouwens zo verschrikkelijk lang, hè? Ik vraag me af of hij zelfs langer is dan die... die Longtail McLaren die ik heb. Die F1 GT. In principe is dat een Longtail, toch? Want dat ding is echt rete lang. Ik heb echt het idee dat deze nog langer is. I don't know. Hij ziet er in ieder geval behoorlijk lang en plat uit. Net een aal. We gaan eens even kijken waar we heen moeten rijden. Want ik rij nou allemaal wel en dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik weet helemaal niet waar ik heen moet. Zien jullie wat ik zie? Heb je hier een snelweg? Ah, ik kan ook zo rijden. Weet je, ja, ik rij wel zo. Dit is waarschijnlijk een mooiere weg om te rijden. Ik wist even naar een andere auto. Misschien hebben ze het er allemaal eventjes kunnen laten zien. Dus dan hebben we natuurlijk de R8 V10. Leuk autootje. Waarschijnlijk een van de betere aankopen die je kan doen. Deze dingen rijden ontzettend fijn. Zijn snel. En ja, zien er cool uit. Ik ben nooit echt een grote fan geweest van de car sounds in deze game. Ik vind de auto's altijd een beetje doods klinken. Maar dit ding daarentegen... Dit ding klinkt nice. Dit ding klinkt nice. I like it. Oké, het is weer tijd om even iets anders erbij te pakken. Maar deze auto is geslaagd. Toffe bak. En ik vind die velg ook echt zo verschrikkelijk vet van deze auto. Ja, oké. De volgende auto die we gaan pakken is de Ferrari. Niet de 488. Ik wil even die andere checken. Het is alleen wel een beetje lastig. Ik heb zoveel auto's. Er is zoveel waar ik erheen moet. We gaan eens even kijken naar die GTO. Here we go. Ik vermoed dat dit ding echt waanzinnig gaat klinken. Ja, niet verkeerd. In 400 meters, maar wederom, de car sounds is iets waar Forza nog wel een beetje aan mag werken. Naar mijn mening, maar hey. Naast dat is het bijna de perfecte race game. Dit is ook meer een auto om gewoon een beetje mee rond te toeren. Dit ding is niet rete snel of zo, het is geen hypercar. Maar gewoon lekker voor een zondagmiddagje. Lekker genieten van het zonnetje. Dan rij je daar zo met een auto van 3,2 miljoen. Ja. Hoeveel geld had ik nou eigenlijk opgemaakt? Want ik heb eigenlijk niet echt opgelet. Maar ik zit sowieso over de 10 miljoen heen, volgens mij. Ik denk eerder een miljoen of 12. Of zoiets. Ja, want ik heb nou iets van 10 miljoen over. En ik had volgens mij toen ik begon iets van 22. Dus ja, ik heb bijna zo'n 12 miljoen opgemaakt aan auto's. En we zijn bijna bij het championship.
Volgens mij bestond dit uit 3 events. Het kan zijn dat ik het fout heb. Ik hoop het niet. En de remmen van dit ding zijn rete slecht. Kan ik je vertellen. Ja, 3 events, 20,7 kilometer. En de eerste prijs is een white top hat. Top. Helemaal top. No pun intended. Oké, wat gaat de eerste auto zijn die we gaan gebruiken? En hoeveel hypercars hebben wij gekocht? Wait, what? Uhyra 1. Venom is 2. Ik had er nog één. Wat had ik nog meer gekocht? Oh, ik had een Regera. Dat is 3. Dan klopt het toch? Ja, fuck it. Ik ga beginnen met Uhyra. Pakken we zo meteen de Hennessy Venom. En we sluiten af met de Regera. Ik wil de Regera als laatste doen, omdat ik daar het minste vertrouwen in heb. En dan kan ik een beetje zien of het uitmaakt of ik nog ga winnen of niet. Wat ik wel gelijk even ga doen, is natuurlijk weer tractiecontrole aanslingeren. Oké, hier gaan we dan. Ik ben nog steeds een beetje van mening dat deze aankoop misschien een beetje overkill was. Gezien het feit dat ik de gewone wire al had. Dus ja, had ik de BC moeten kopen? Waarschijnlijk niet. Maar tegelijkertijd, ik had de gewone wire gewonnen. Dus ik had hem niet gekocht. Dus op die manier probeer ik het toch weer goed te praten. Ik weet niet of we dit kunnen winnen. Ik bedoel, we rijden nou wel 6e, wat op zich wel prima is. Maar die dingen zijn zoveel sneller. En we hebben onze auto's niet geüpgraded. Dus misschien dat ik dat zometeen wel even moet doen. Voor de volgende event. Nou is het wel dat de Wyra natuurlijk ook wel een van de tragere hypercars is, volgens mij. Oh. Ik zou zo niet weten hoeveel pk dit ding heeft. Want dit is dan ook wel weer de BC. Dus de gewone is volgens mij redelijk traag. Nou ja, traag in hypercar termen. Maar deze heeft volgens mij wel iets meer pit. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Of ik zo'n Koenigsegg... Nou ja, ik kan hem al voorbij. Dat is gewoon puur omdat ik hier iets meer risico probeer te nemen. Iets later remmen dan hem. Oeh. Maar ik denk in de rechte lijn. Ik weet in de rechte lijn dat ik geen kans maak. Als hij één keer gas geeft, dan is hij weg. Ik weet niet of jullie mijn laatste... Voortste video hebben gezien, maar toen reed ik in die Agera RS. Dat ding is echt niet normaal, jongen. Dat ding is echt eng. Eng snel. En het zou wel fijn zijn als ik hier die TDF nog voorbij kan komen. Oh. En die 918. Oké, een paar crashes. Vierde plaats. Het zal erom doen. Kijk. De hele top 3 Aventadors. Vierde plaats. Ik denk dat het op zich nog wel wat te doen is. Ik denk wel dat we echt even dadelijk die andere auto's moeten upgraden. Want ik merkte gewoon dat ik er niet echt... Ja, nogmaals. Deze auto is traag vergeleken met de rest. Ik zit een beetje te twijfelen wat ik nou moet doen. Of het verstandig is voor mij om onze auto's toch even te upgraden... voordat wij doorgaan naar het volgende event. We hebben trouwens daar onze woning. Dus ik denk dat ik het toch even ga doen. Deze hoef ik nou niet meer te upgraden, want ja. De race is gedaan. Ik had graag nog derde geworden, maar vierde moet op zich te overzien zijn, denk ik. Oké, de auto's zijn geupgraded. Dan kunnen we door naar het volgende event. En ik begin echt te twijfelen of ik hier hiermee kan winnen. Want ik heb het eerder gehad dat de vierde plaats altijd wel een beetje risky is. Je kan 2 keer winnen en 1 keer vierde en alsnog niet de championship winnen. Dus... Het is echt van groot belang dat wij nou gaan winnen. Als we niet winnen, dan is het gedaan. En nou blijft het alsnog spannend. Ik zit nou trouwens in de 959. Dat was ook een van onze aankopen. Een hele vette bak die ik nog wilde hebben. Dit ding gaat ook wel lekker trouwens. Damn! Ik heb deze auto niet geüpgraded, hè? En we klimmen alsnog echt in de 300. Deze auto is nog volledig stok. En dit ding is ook al pittig oud. Best wel bizar. Ik weet niet voor welk jaar deze auto is. Ik kan zo meteen even kijken. Maar in 400 meters, ja. Turn left. Not bad. Hier hebben we race nummer 2. De Meadows Sprint. Ik heb het idee dat ik deze al zo vaak gedaan heb. Die naam komt me behoorlijk bekend voor. Continue. Nou gaan we over op de Hennessy Venom. Ik ga ervan uit dat dit een stuk beter zal gaan. Want dit is gewoon een beest van een auto. Of ik het nou mooi vind of niet. Daar staat er helemaal los van. Deze auto is een beest. Feit. Oké, hier mag je zich gaan bewijzen, jongens. De Hennessy Venom.
Is volgens mij voor een tijdje de snelste auto in de wereld geweest. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Laat zien wat je in huis hebt. Het is wel rete druk. Godsamme zeg. Niet verkeerd. Gelijk 5 man al voorbij. Maar ik denk dat dit echt meer een auto is gewoon voor een rechte lijn. Want hier in die bochten moet ik al flink oppassen. Ik denk dat je een Senna veel beter kan gebruiken op een baan als dit. Kijk hoeveel spoiler daarop zit, jongen. Als je daar een beetje mee remt en hoe je daar die bochten mee neemt. Het is een flink verschil met dit pili ding wat ik heb. Een klein pili spoilertje. Daar gaan we het niet over hebben. Ik steed naar de bocht af. Ik denk, oh no. We hebben een redelijk... Oh god, redelijk recht stukje. God damn, dit ding is echt insane als je gaat, jongen. Ik heb geen idee waar de vooraan rijdt. Ik denk niet dat ik er nog voorbij kan komen, want die auto is echt tering snel. Het enige wat ik kan hopen is dat het geen Aventador is. Alleen, ik kan dat dus niet zien. Net bij die vorige... Ah, het is een Aventador. Het is letterlijk een Aventador. Oké, great. Bij die vorige race... Maar de 3 Aventadors in de top 3. Nou, en die wint nou dus al 2 keer op rij. Dat is niet gunstig. We gaan natuurlijk wel even het championship afmaken. Soms is er wel een klein beetje hoop, maar... ik zou eerlijk zijn, die hoop is voor mij een beetje gevlogen. Ik miste daar weer de checkpoint, hè. We gaan het er gewoon niet over hebben. We rijden gewoon lekker door. En here we go! Tweede plaats. Dat is in principe helemaal niet zo slecht, maar we hebben het echt verpest net bij dat eerste event. Even kijken hoe het staat met de punten. Dat is een flink verschil. Hij staat 8 punten voor op mij. God damn. God damn. Ik zit nou een beetje te denken. Wat zou er nou moeten gebeuren voor mij om dit nog te kunnen winnen? Dan moet sowieso die Nice, die moet gewoon laatste worden. Dat is volgens mij letterlijk de enige hoop die ik nog heb. Fuck it. We gaan het zien. Ik moet in ieder geval oppassen voor die paarse lampen. Als we die zien, dan beuk ik hem de greppel in. Dat moeten we sowieso doen. Hij moet van de baan. Fuck. Het ging op zich best goed. Alleen, ja, we hebben het echt in het eerste event verpest. De tweede plaats is prima, maar die eerste, die vierde plaats. Oké, waar moeten we nou naartoe? Waar is dat volgende event? Dat is in de stad. Oh, we gaan de snelweg op. Dat is gunstig. Want wij gaan voor de volgende race gaan we die Regera pakken. Dat ding is ook rete snel op de snelweg in principe. In de rechte lijn. Hij komt alleen een beetje traag op gang. Nou, daar zijn we weer. ik weet niet hoe, waarom, maar mijn game crashte. Dus jee. Volgens mij heeft hij alles gewoon opgeslagen, want ik switch net naar deze auto. Dus dat is goed nieuws. En dit is die 488 GTB die we hadden gekocht. Dit ding klinkt ook wel echt wel heel erg nice, hoor. Ik dacht altijd dat die 488's veel minder goed klonken, maar... Dit is niet verkeerd. We zijn nou mooi onderweg naar het laatste event. Ik hoop echt dat op de een of andere wonderlijke wijze... dat we dit championship kunnen winnen, want ik moet dit winnen eigenlijk. Als ik die BMW M3 GTR wil unlocken. En ik ging er eigenlijk ook vanuit dat we dit wel zouden winnen, maar... Niets is minder waar. We hebben een vierde en een tweede plaats. Ik heb zo'n spijt dat ik bij die eerste race die Pagani niet had getuned. Want we reden met een compleet standaard Pagani. En hij was dus onderleveld, te traag. Maar ik dacht, dat kunnen wij wel. Nou nee dus. Blijkbaar niet. Deze laatste race die wordt dus in de Regera. En persoonlijk vond ik hem totaal niet fijn. Ik vond het echt geen fijne auto. Omdat hij zo traag op gang komt. Als je eenmaal rijdt, dan is hij super snel. Maar het feit dat we hier ook in de stad beginnen... baart mij enige zorgen. Maar... whoops. Greendale. Super sprint. Laatste event. Halleluja. In de Regera. Deze auto doet me eigenlijk best wel denken aan... aan die McLaren Speedster, volgens mij. Speedtail? Speedster? Ik weet niet precies hoe die heet. Daar lijkt het best veel op. Gewoon echt die lijnen zo. En van die vloeiende lijnen zo. Wel vet, maar niet echt mijn stijl. Ik zie dan liever zoiets als de... Hoe heet dat ding? Project One volgens mij van Mercedes. Die vind ik echt zoveel vetter, hè.
Ik hoop ook echt dat ze die gaan toevoegen in de game. Sowieso eigenlijk al die, die next-gen hypercars. Dus de Project One, de Valkyrie, dan die Speedtail of Speedster of hoe dat ding mag heten. Het zou echt dik zijn. En wij doen het volgens mij best wel goed. We staan de zesde. Kijk eens aan. Hier hebben we de Hennessy van net. Bye bye. De groeten. Dit ding rijdt zo raar, hè. Als je eenmaal gaat, dan gaat hij ook te snel. We krijgen zo meteen een stukje snelweg. Dat is gunstig. Maar, nee, ik vind hem niet fijn rijden. Ik zou nou het liefst terugschakelen en vol gas gaan. Maar nee, ik moet wachten. Wachten. Als ik zo meteen de kans krijg, dan breng ik hem om het leven. Oh, ik denk wel dat ik eerste kan worden. Het probleem is alleen, hij mag gewoon niet in de top 5 zitten. Dus, ja, hoe kan ik hem nou in hemelsnaam hier ergens... Oh, nee. Jij moet in een boom aan of zo. Kan dat? Ja, hoe kan ik daar nou voor zorgen? Dat hij... Oh, hij heeft de checkpoint gemist! Oh god. Oké, misschien is er nog een sprankeltje hoop. Dit is inmiddels de laatste sprint. Ik heb geen idee waar die zit. Oh, dat meen je niet. Ik weet niet wat er nou gebeurd is, hè. Ik weet niet of we gewonnen hebben of niet. Maar dit is goed nieuws. Hij is 12e geëindigd. Oh my god, jongens. We hebben gewoon gewonnen. Oh my god. Ik had hem blijkbaar voorbij de checkpoint gepusht. Waardoor hij gerespawned is. En laatste is schijnt. Ik wist niet eens dat er een checkpoint was. Ik wil hem gewoon in een boom aan beuken of zo. Yes! Oh my god. Dat is prachtig. Dat is oprecht prachtig. Ik ben helemaal in mijn element. Oh my god. 190k. We zitten weer op de 11 miljoen inmiddels. 11, 111. Dat is mijn bedrag momenteel. Ik moet eigenlijk gaan eten. Momenteel. Maar ik wil toch heel even snel... wat zijn die berichten? Oh, mijn auto... Hey! Mijn auto's zijn verkocht. Kijk eens aan. 174.000 voor die... voor die Renault. Maar ik ga nog heel veel snel die supertjes openen. En dan ga ik daarna gelijk eten. Ik sta echt versteld gewoon. Dit is toch prachtig? Wat krijgen we hier? Oké, dat is minder prachtig. Dat is behoorlijk kut. Om het maar gewoon letterlijk te zeggen. Laatste opening is wederom niks. We hebben de Challenger. Die is op zich leuk, maar ik heb ook de Demon. Die we nog steeds een keer moeten gebruiken. Dus ik ga hier de video beëindigen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video van Forza Horizon 4. En laat in de comments achter wat jullie de vetste aankoop vinden die ik vandaag heb gedaan. Ik denk dat toch deze zal zijn. Dit ding is wel heel erg dik. En het is een aparte auto, een bijzondere auto. Maar vond je dit een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot er snel. Houdoe.